Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Ga Lijp met ons. Ach, nou, vandaag zijn we in Scheveningen. Bij Puntje.nl, dus wat gaan we doen? Je raadt nooit. Puntje Jumpy. Met wie gaan we dat doen? Met onze trouwe kijker, Aaron, weet je. Kom erbij. Aaron. Yo, wie ben jij? Ik ben Aaron, ik ben 18. En ik sta graag op Brandjes van Vetgebouw om foto's te maken. En vandaag gaan we springen. Ja, ik denk dat we weer beter indruk kunnen hebben dan dit. Ach, nou. Hij is een hobby, jongen. Wat is precies? Hoe heet het? Ja, gewoon foto's maken, flatgebouwen. Hij is gewoon zo'n jongen en die gaat dan langs randen lopen van de flats en zo, weet je. Zoals die filmpjes, weet je, denk ik. En ook op zijn ijskraam, heel op zijn ijskraam, weet je. Nou, dat wil ik nog doen. Dat ga je straks doen, maar dan met bakjes. Ja, dat zou ik eigenlijk durven, man. Ik weet niet, maar ik heb wel respect voor je, weet je. Ja, dat is wel. Ik vind het wel echt vet om te kijken, man. Ik zou het zo mee doen. Vroeger wel. Gaan springen. Ik zal maar even goed nadenken of ik het wel ga doen, want weet je. Ik weet niet of je helemaal kijkt, man. Ik hoorde dat, dat er deze week nog niks is gebeurd. Dus nou, misschien ben ik dan de eerste. Ja, daarom. Leuk voor de video. Hoppa! Nu nog een 7,5. Ik denk dat ze opstaan, want dan had ik 10 in zijn. Ja, ook zoiets. Nou, ik ben nu 4, maar de boos zijn van vast wel veel zou zijn. Ja, maar ik denk meer over de nare dingen, wat er kan gebeuren, weet je. Wat er niet gaat gebeuren, hoop ik, maar dat ik gewoon naar beneden sodemieten en dan gewoon... Sodemieten? Gewoon mijn nek breken, zo, weet je. Mochten jullie afvragen waarom onze haren zo in de wind wapperen, dan... Ja, dat dus. Dat is omdat het eigenlijk nog een beetje dark bij komt. Ja, eigenlijk zitten we nu precies op de rand. We waren nog wel of niet mogen springen, dus we wachten nog even een kwartiertje, 20 minuten af. En op het moment dat het kan, gaan we direct springen. Want het is al een beetje gedaald, toch? Het is al een beetje gedaald, dus ik verwacht dat het zo nog even doorzet. Dus we moeten nog heel even wachten, jongens. Maar zo meteen kunnen we gewoon lekker alle drie achter elkaar springen. Shit, man. Ja. Ja. Dat is wel goed. Satisfied ben je eigenlijk, als ik dat eigenlijk eerlijk ben. Ik doe 3 van 3, man. Oké, ben je als feest, man? Het is beslist, jongens. Als jullie weinig horen, dan is het de wind. Op mijn fuck dan. Oké, jongens, dit is echt een van de vetste dingen die ik heb gedaan in mijn leven. En volgens mij is deze nog helemaal niet zo heel hoog. Dus ik moet echt een keer naar het buitenland doen om dit te doen. Het is echt heel vet. Je gaat gewoon. En dat is het.
echt super vet. Ik weet niet wat er gebeurde, maar toen ik over die rand ging en zei, ja, spring maar, weet je. Ik zo, ik wil het niet, man. En toen sprong ik. Ik wist niet wat er gebeurde, jongen. Alles draaien, de aarde draaide omheen en shit. En ik was beneden, weet je. Maar het was echt ziek, het is echt aanraden, man. Nou, Aaron, jij hebt dit aangevraagd, maar waarom? Ja, het is wel een bucketlist dingetje, toch? Oké, gewoon omdat het een bucketlist dingetje is. Ja, precies. En dan is het nu zover dat je omhoog gaat en gaat springen. Ja, als ik het overleef, dan maar door naar skydiven, hè. Wil je bunny jumpen? Gino, naar bunnyjumpen.nl, want de locatie is gewoon fucking dik op papier. Je gaat hier zitten van boven de zee. Weet je? Zijn jullie ook de enige in Nederland? Wij zijn de enige in Nederland. En dat is de enige in Nederland, dus ja, waarom zou je ergens anders heen gaan als het niet helemaal niet kan, jongens? Lekker fris windje. Kijk achter je, het praat er weer heen. Ja, vet. Jongens, ik heb van genoten, jij ook, hoop ik. Zeker. En dan gaan we nu gewoon lekker Bakken koffie. Bakken koffie drinken ergens. Koud! Woe! Wat dan? Doei. Doei.